Goedemorgen allemaal. Het is nog vroeg en we willen weer op stap, frisjes. Ja, en dit is weer het begin van een nieuwe vlog. Wij doen de NC500, de North Coast Route 500. Een soort Route 66, maar dan in Schotland. Ja. En ik moet zeggen, het is prachtig. Prachtig. Echt waar. Geweldig mooie route. En welke vlog is dit? 47 alweer, 47 hè? Alweer. Oké. Nou, veel plezier ermee. Oké, en hier hebben we zicht op het Ardwreck Castle. En die ligt op een landtong. Maar we hebben hier een parkeerplaatsje bij. En dan gaan we even bekijken. Oh, wow. Je moet altijd kijken als je door zo'n gat rijdt. En dat doe je natuurlijk per ongeluk. Of de koelkast het nog doet. Hè? We hebben één keer gehad dat hij ermee ophield. Omdat we ook door zo'n gat knalden. Maar de beveiliging is nog steeds goed voor elkaar. Is dit in verval? Nou, er is niet veel meer van over van dit kasteel. Een spookkasteel noemt het ook wel. Ligt hier op een landtongetje. Ja, je kunt er net bij komen. Ja. Nou, daar is er wel een leuk verhaal bij. Hier woonde een graaf Mackenzie. En die was getrouwd met een zekere Francis. En Mackenzie die was niet zo heel erg gezond. Maar zijn vrouw die hield wel van enorme luxe. Dus die hebben een huis gebouwd. Ik zal zo meteen het huis nog even laten zien wat er nog van over is. En nou, daar leven ze in alle luxe. Maar ja, dan weet je hoe dat gaat. Dat raken aan raken lagen wel. Dat zijn met die vrouwen. Hè? Ja, dat red je dan niet. Hè? Nou, toen heeft hij uiteindelijk... Heeft hij de graaf van Sunderland? Die heeft het van hem gekocht en die wil daar gaan wonen. Maar ja, daar waren die Schotten hier in de buurt niet mee eens. Ze zeiden: wat moeten we met die kerel uit Zuiden hier? Die willen we niet. Dus die hebben het hele huis afgebrand. Dus er was er ook niks meer voor graaf Sunderland. Ja, pas maar op. Ik raak ook nog een lage wal hier. Nou, we hebben net geconstateerd dat we er niet kunnen komen, want er is geen ophalbrug. En we moeten hier dan wel door dit slootje. Ja, maar... Nou, dat gaan we maar niet doen. Nee. Het is wel een leuk ding om te zien. De Hollandamp, hè? Ja. En wat een stilte hier, hè. Enorm. Daar heb je dus het... De restanten van, dat, van de luxe villa. Hier weer zo'n prachtig stroompje. Overal in het dal is water. Overal. We wisten dat het een prachtig land was. Of is. Maar dat het zo mooi is. En zo verschillend. Het is ongelooflijk. Prachtig. Het is wel een land voor camperaars. He? Ja, daar komen ze aan. Dan komen er weer een stel aan. Ja. En weet je wat het is? We rijden hier op een single road. En dan moet je, heb je uitwerkplaatsen. En als jij nou op zo'n uitwerkplaats staat, dan knipper je even met licht. En dan kan degene die je tegemoet komt, kan doorrijden. Nee. En dat is hier heel goed geregeld. Het gaat allemaal vanzelf. Het gaat heel soepel. Ja. Ja. Ooit kon je hier om verlegen zitten. Nou, er is nou niet veel meer van over. Alles gesloopt. Daar gaan we weer. Gerard knippert met het licht. En de tegenligger kan doorrijden. En dan wordt er altijd even een hand opgestoken. Bedankt. En dan kan je weer verder. Een heel wisselend landschap. Het is eb op het ogenblik. Want deze
plas water die staat in verbinding met de zee. Kijk eens, heel bijzonder. Allemaal opgestapelde muurtjes om de lammetjes en de schapen binnenboord te houden. En af en toe zie je nog eens een boerderij. Er is ook echt overal wel bewoning. Maar ik zou hier knettergek worden als ik hier het hele jaar door moest wonen. Zo eenzaam. Ja, het is net of we in het zuiden rondrijden. Er is zoveel licht dat het water gewoon blauw oogt. Verhip. Hier hebben we nog eens koeien. Je ziet niet zo gek veel koeien hier. Het is echt een schapenland. Dit gedeelte van Schotland is schapenland. En overal weer de prachtige geel bloeiende struiken. Zie je die blauwe schijn over het water? Prachtig. We zitten hier echt in het noorden van Schotland. Weer een toeristisch highlight van de Schotten. Over een kwart mijl. Het is altijd rustig zo dicht bij Kerkhof. Wat een breed strand zeg. En je ziet er nog maar zelden iemand in zee. Je zult hier maar begraven liggen, hè? Met dit uitzicht. Ja, we lopen hier op een camper. Of camper. Op een kerkhof. Maar dat is allebei een beetje onze hobby om kerkhoven te bezoeken. Want je ziet altijd zoveel van de geschiedenis, de namen die je tegenkomt. Oud worden op deze plek hoor. 86, 88, 82. Maar uiteindelijk kom je hier wel terecht. Ja, dat weet ik wel, maar ik denk ja, misschien zelfs wel. Dankzij de whisky. Ik dacht even, ondanks de whisky, maar dankzij de whisky. Ja. En schapenvlees. Dit is ook wel een oud kerkje, zie je? Kijk. Campbells, van de bekende clan. En hier is William, who died in America. En daar ging hij in. Also, the above David Campbell died. Ja. Er ging er veel naar Nova Scotia. De naam zegt wel, Nieuw-Schotland. Aan de oostkust van Canada. Heel veel van die Schotten zijn hier gewoon van hun land verdreven door de Engelsen. En om niet van de honger om te komen, zijn ze naar Nieuw-Schotland gegaan. Nova Scotia. De Amerikanen zouden zeggen million dollar view. Maar het is wel een miljard dollar view. Zo mooi. Gigantische hoogvlakte hier. Maar dat is echt een vlakte waar turf gestoken wordt. Ik ga eens even kijken of ik er wat dichterbij kan komen. Maar je ziet daar dat ze turf gestoken hebben. Ik denk niet dat ik er heel veel dichterbij kan komen, want er lopen nogal wat van die slootjes tussendoor. Daar is nog echt turf aan het steken hier. Nou, dit is toch leuk om te zien. Wij als studenten Drenthe spreken ons dat helemaal wel aan, turfstekers. Nou, we zijn er goed nat. Je moet nog wel een tijdje drogen voordat je ze op kunt stoken. We staan hier op het ogenblik bij een heel belangrijk punt, geschiedkundig punt. John Oak Roads en Gerard kent de geschiedenis hiervan, die zal je dat even vertellen. Ja, John Oak Roads.
En dat is eigenlijk Jan de Groot. Want Jan de Groot, een Nederlander, die heeft hier in de 16e eeuw het recht gekregen om een ferryverbinding met de Orkney-eilanden. Die, als je goed kijkt, hier op de achtergrond nog kunt zien liggen. Het is maar een paar mijl en dan ben je al bij de Orkney-eilanden. Dus die John O. Groot, oftewel Jan de Groot, die heeft hier dus dit plaatsje gesticht. Nou, inmiddels is het een soort toeristische attractie geworden vanwege het einde van, of het meest noordelijke punt van Groot-Brittannië. We gaan zo meteen nog even naar een plek toe, die is nog iets verder noordelijker, maar dat is een doodlopende weg. Sterkste stromingen ter wereld. En deze stenen vind je op de zeebodem. Die rollen als dollen in en weer en daar hebben ze een monument van gemaakt. Ja, ik denk misschien wat een vreemde achtergrond staat er wel. Maar ik zal ze eentje naar voren lopen, dan kun je zien wat het is. Dit is dus de misttoren die vroeger op het eiland stond waar de vuurtoren was. En ik moet even wat rechtzetten. Die Jan de Groot, dat was in 1496. Toen heeft hij toestemming van koning James de zoveelste toestemming gekregen om die veerdienst op de Orkney-eilanden te onderhouden. 1496 dus. Je ziet in de verte een van die Orkney-eilanden liggen. Het is maar anderhalf kilometer of zo. Maar een klein eentje. Maar er is een enorme sterke stroming hier tussen die eilanden door. Echt een heel gevaarlijke stroming voor de schepen. Want daar botst als het ware de Atlantische Oceaan op de Noordzee verderop. Hier heb je nog een monument van een schip dat vergaan is op 2 januari 2015. In die sterke stroming. Als je nog zin hebt om een flinke trail te lopen, dit is de John O. Groot Trail, het begin daarvan. En die is 147 mijl, dus daar kun je in uitleven. En er zijn een aantal mensen die hebben hier allemaal van die torentjes gebouwd. Ja. En nou gaan we nog naar het echt meest noordoostelijke puntje van Groot-Brittannië. Maar dit is weer zo'n single road met af en toe een inhammetje. Oh, daar komt de boven weer in aan. Nou ja, kijk, verderop kunnen we stoppen. Oh, hij is zelf al stil gaan staan. Zie je dat? Een Hollander. Oh, hey, doe maar rustig aan, even nieuwsgierig zijn. Kijk, ja, nee, die worden hier niet geschoren. Je ziet, de wol valt er vanzelf af. En nou echt van die pluizenballen, hè? Hier en daar. Oh ja, nog één. Goedemiddag, meneer. Nou, die heeft er geen zin in. Je hebt nog meer nieuwsgierige hagen hier, zie ik wel. Die heeft zin eraf hier, die wil mee. Kan ik er ook in? Nee, gaat niet. Oh, heel groot gat hier. Ga je er net doorheen. Nou, hier valt wat te zien. Nou, oppassen voor de schapenkeulen, zo lang. En volgens potters. Oh, kijk.
Ja, de rots. Daar zitten de vogels op een nest. Liefde, geliefde nestelplek. Hier ook overal nestelende vogels. Prachtig die bloemen zo. Best enorm. Het is even een eindje sjouwen door de schapenwei, maar dan heb je toch ook prachtig overzicht over dit stukje kust. Dat moet je beslist gedaan hebben. Vanaf John O'Groats, maar zo'n 1,5 mijl hier naartoe. Ja. Oh ja. Ja. Nou, het is echt broedtijd. Overal zijn er nesten. Ik kan het natuurlijk met de camera niet meer bij hebben. En we hebben de verrekijker natuurlijk weer in de camper laten liggen. Zo hè. Ladder on wheel, waar we toch nou in godsnaam weer terechtkomen. Maar het ziet er wel. Oh, er is al meer volk. Leuk bruggetje. Ja. In Engeland zouden ze zeggen, amazing place. Prachtig. Heel oud haventje. 1700 zoveel geloof ik. Prachtig. En hier blijven we vannacht staan. De havenmonding. Ik zag net een fotootje van 1947 en toen lag het hier helemaal vol met kleine bootjes die op haringvangst gingen. De herringboom. Ja, dat is wel voorbij hier. Heel oud bruggetje in de verte. Dat werd gebruikt door de Pony Express, de postbode, die hier langs de kust denderde. Een paadje langs eeuwenoude muurtjes. Heb die mensen dan al op werk aan gehad om die dingen in elkaar te zetten. Geweldig draaihek. Nou, we hebben wel mensen gezien hier, die konden er echt niet door het draaihek. Als we dan bijna beneden zijn, dan zien we de camperplaats aan de oude haven, de Old Harbor. Het was vandaag geen zonnige dag, maar het was wel een hele mooie dag. Hè? Fris, een heerlijke tocht. Mooi. Ja. Maar we hebben geen regen gehad. Nee. En er zit toch weer wat blauw aan de lucht. Nou, en nu op naar de Bruine Boon.